Mijn fiets net gecontroleerd, is hij door de organisatie goedgekeurd voor vanmiddag? Hij is gecheckt en hij is goedgekeurd, dus ik mag van start. Gelukkig. Heb je ook al een rondje gemaakt op het parcours? Twee rondjes. Eén op iets rustig tempo en één met de bochten vol. Dus het is een heel mooi rondje en ik denk dat het echt op het lijf voor Dumoulin is geschreven, ondanks dat het een beetje kort is. Ja, is dat zo? Wat kan je erover vertellen nu je het gezien hebt? Voor een proloog is het relatief lang, maar ja, Dumoulin die wil gewoon wat langere tijd ritten. Maar ik denk dat het een heel mooi parcours is. En ook wat dat betreft laat het Apeldoorn heel mooi zien. Ja. Er werden wel gezegd een aantal scherpe bochten daarin. Zitten er echt zeer technische stukken in? Nee, niet echt. Het is niet echt dat je zegt van dat het heel, heel technisch is. Absoluut niet. En voor jou met het weer, ja, vorige week of vorig jaar met de Tour werd daar ook al veel over gesproken. Jullie zijn gewend in deze hit te rijden. Geldt dat ook voor jou? Ja, je moet natuurlijk, we komen wel van Romandie dat we nog in de sneeuw reden. Maar normaal gesproken is de hitte niet echt een probleem. Dus, En wat voor gemiddeldes kunnen er hier gereden gaan worden? Is dat boven de 50 zeker mogelijk? Ik denk het wel. Als ik kijk, ik denk dat de toppers echt wel boven de 50 gaan rijden. Hoe ziet het er nu voor jou uit? Nog eventjes rusten en wachten tot je mag? Ik ga nu zo naar de bus en aangezien ik de eerste ben van de ploeg die start, ga ik relaxed even een boekje lezen in de bus, me voorbereiden, nummers op en dan drie kwartier voor de start warm rijden. Daar hebben we een heel lijstje voor en dan ga ik genieten van de start. Zullen je ploegmaten wel geïnteresseerd zijn in jouw ervaringen als eerste renner van de ploeg? Ja, de Dumoulin die zit ook achter me in de auto om te kijken hoe of wat. Dus ondanks dat ik niet een tijdrit specialist ben, zal ik toch door moeten rijden om te kijken hoe hij ziet dat je door de bochten gaat. Dankjewel, succes. Aha.